Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft maandag 6 april het start zijn gegeven voor het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 mei. De coördinator van de werkgroep, Subhas Bachu, gaf aan dat er 422.000 oproepingskaarten worden gedrukt. De procedure is dat de achterzijde gedrukt wordt door Multiforms, terwijl de voorzijde met onder andere gegevens van de kiezers volgende week door de werkgroep op het Centraal Bureau voor Burgerzaken zullen worden geprint. De oproepingskaarten gaan dan naar de districtscommissariaten, waar ze worden voorzien van een stempel van het districtscommissariaat. De distributie van de oproepingskaarten aan kiesgerechtigden is gepland voor 24 april. Elke kiezer moet 3 dagen voor de verkiezingsdag zijn oproepingskaart hebben ontvangen. De oproepingskaarten zullen per district van kleur verschillen. Kiesgerechtigden moeten op 25 mei hun oproepingskaart en een legitimatiebewijs bij zich hebben om te kunnen stemmen.